Ik heb een woning gevonden. Kijk, staat te koop. Wat zijn jullie aan het doen? We waren even opa slaan. Ja. Ik heb vandaag echt geluk dat mijn ouders in de buurt zitten. Want die hebben vandaag heel veel overgenomen. Want de koorts neemt nu wel echt over. Ik wil aan de ene kant heel graag naar huis. Feestavond, hè, met z'n twee. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. Jullie hebben een vertraging in de vlog. En de vorige vlog had geen afsluiting, maar ik had vannacht weer 38,7 graden koorts. Ik heb nu nog steeds allemaal van die koortsvlagen, maar door de paracetamol blijf ik op 37 graden zitten. Maar ik ga natuurlijk straks een weekend weg met de kinders. Gelukkig wel bij mijn ouders in de buurt, maar het is chaos. Ik heb nu alvast de kleding en de zwemspullen, maar ik weet eigenlijk nu al niet meer wat ik ingepakt heb. Dus jee. En ik ga nu even snel wat boodschappen halen zonder briefje, dus dat wordt ook chaos. En dan wil ik daarna nog heel even mijn DM's shoplog opnemen. Dus daarom heb ik make-up op mijn hoofd gedaan. Zodat ik die shoplog even kan opnemen. Maar echt, het zweet breekt me de hele tijd aan alle kanten uit. Maar goed, hè? En ik wil eigenlijk ook gaan editen. Maar ik weet... Sommige pusjes zijn zo hard. Ik weet even niet waar ik de tijd vandaan moet halen. Dus misschien wordt dat vanavond. En anders dan even pech. Maar ik trek het even niet. Ik ga nu eens even die boodschappen doen. Want anders dan komt er allemaal niks van. Ik ben het allemaal zo zat. Mijn auto start niet met mijn reservesleutel. Mijn sleutels liggen in Tim's auto. Dus ik dacht, ik ga met mijn reservesleutel. Maar dan heb ik geen huissleutel. Dus dan zou ik bij mijn zus de reservesleutel halen. Maar wat ik dus net zeg. Mijn auto start dus niet met mijn reservesleutel. En dan zit ik dus in mijn auto. Koortsig te zijn. En ik kan geen kant op. Hi. Ja, ik ben binnen. Rebecca is me komen redden. Ik ga even die DM shoplog opnemen. Dan maar dat even doen. Pff, mijn goede. Tada. Geen boodschappen shoplog deze week. Want ik ga nu arriva richting mijn ouders. Met de meiden. En dat is voor Tim. En ik heb nog wel wat boodschappen. Maar ik ga het even niet meer. Ik ga zo rijden. Jullie zien mij straks op het park. Kijk nou hoe gezellig. Ik heb een woning gevonden. Kijk, staat te koop. Hoe mooi is dat? Nutri-Stoola perfect. Hé, mijn baby. Ja, die gaan we zo alles gaan bepakken. Een slimme. Oh, je moet heel verder die kant op. Ja. Doe. Ja, rustig. Mama is bezig. Heb je het koud, lieverd? Wauw. Het is echt klein. Klein maar fijn. Nou, kunnen we verder lopen? Gaan we even kijken. Ik ga even plassen. Ga jij maar even plassen? Ja, plassen licht. Oh, ik zie nu pas hoe de kamers zijn. Maar goed, maakt niet uit. Dat had ik niet goed gezien. Kijk, het is open. Ik dacht dat er wel een deur in zat. Ja. Dat had ik niet gezien. Ik dacht dat het wel gewoon twee kamers met deuren waren. Oké, maakt niet uit. Dat had ik niet goed gezien. Maar goed, hè? We hebben geen deuren. Maar ook mooi toch, Noah? En een mooie kast. Nou... Dat is wel een beetje dat ik denk, oh chips, dat had ik eventjes moeten bedenken. Maar goed, maakt niet uit. Ik kan niet alles in het leven hebben. Ik vind het alleen koud. En ik weet niet, ik kan volgens mij geen temperatuur reguleren hier. Ja, dat is een beetje kut. Nu ik kort zeg. Oké. Waar zijn de kamers? Ja, het zijn twee open kamers. Dat had mama niet gezien. Hier. Dat mag. Noah gaat met mij hier slapen, jij gaat daar zo in je eentje. Oh. Ken dat? Nou, dan wil ik eerst zien of jullie gaan slapen vanavond. Oké. Nou, even wachten op open Noah. Ik ga mijn nieuwe pakken. Wat zijn jullie aan het doen? We waren even opa slaan. Ja. Ja, echt ook. Oh. Je mag niet erin komen. Ja, dat is de deur, hè, dit. Oké. Je mag niet erin komen. Oké. Nee, dan gaan we je zwemspullen pakken.
Maar je moet niet erin komen. Ah, ben blij dat ik... Niet hier slaap? Oké, mijn ouders waren even hier en mijn vader ging meteen met de kinderen zwemmen. Zodat ik mijn moeder even de bed kon opmaken. Ik wou het eerst heel graag schoonmaken. Omboeken. Want ik dacht, nee, dat ga ik niet overleven. Maar goed, ik heb nu met mijn moeder de tafeltje even hier neergezet. Want we zijn toch met z'n drieën, dus we kunnen gewoon 's ochtends daar ontbijten. Want anders, ja, die tafels namen hier alles in beslag. Dus dan kon je er gewoon bijna niet doorheen. En ja, met slapen, ik ga het wel zien. Noah heeft alleen nu in de auto geslapen. Mijn vader heeft dit gemaakt. Zo van. Er wordt in ieder geval geluid gemaakt als ze de kamer uit wil komen. Dus ik denk dat ik Noah hier ga neerleggen. En Lia hier. Met mij. Ik weet het nog niet. Die koorts komt ook weer opzet als het hier en hier. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Mijn moeder loopt nu even richting mijn pa. Dus ik weet niet of ze zo met die kinderen hier komen. En anders gaan we nu even friet halen. En dan zie ik ze zo wel weer. Ik ga het mixen voor je. Mama gaat het voor je mixen, nou zeg. Ik heb hem gisteravond aangezet, maar mijn computer ging steeds op standby. Die heb ik nu al van de standby afgehaald, maar het kiet niet op. Ik kom dus even een kwarkje met banaan gemaakt om maar proteïne binnen te krijgen. Want ik werd weer met koorts wakker. Dus ik heb het liefst zin om ongezond te eten, maar... Dat is gewoon niet zo heel erg verstandig. Ik zie er ook weer uit. Goed. Dit is dan wel weer heel erg lekker wakker worden. Ik denk, doe maar even wat make-up op. Van... Ik heb hem even op orde. Zullen we zo even aankleden? Ga even buiten lopen. Het is hartstikke mooi weer. Bij de speeltuin kijken. Wat stop ik hier deel buiten? Dat kan ook nog. Daar ga ik tellen. En jullie weer stoppen. Dat kan ook nog. Zoveel opties. Zullen we dan zo even gaan aankleden? Ja, maar dan kun je het straks pakken. We gaan het nu niet meenemen. We gaan nu eerst even een stukje lopen. Ik weet dus van de vorige keer dat er ergens iets van een kinderboerderij zit. Dus daar lopen we eventjes heen. En dan eindigen we daarna wel even in de speeltuin. Baby ook mee? Ja. Kijk daar! Daar gaan we dan lekker disco. Ja, klopt. Ja, die heb je niet mee. Ik heb hem toen daar in de vorige keer was. Toen was ik nog een beetje klein. Toen vond ik het een beetje spannend. Dat klopt, ja. Maar we kunnen vanavond wel nog een keer proberen. Dan gaan we gewoon nog een keer kijken of we kunnen dansen. Dan gaat baby ook mee. Dan gaat baby ook mee. Dat is wel gezellig, hè? Ik ook nog baby. Ja. Dan zie je baby nog. Oh, oké. Nou, we gaan eventjes daarheen lopen. Trappen. Oh, je wilt ook trappen. En ik weer trappen voor mijn leven. Het is een thema bij jullie. Mama maar trappen. En jullie maar zitten. Hè? Ja. Ja, Noah komt er toch niet bij, schat. Ook mijn zaterdagmorgen, zeggen we dan. Nee, het is geen koe, het is een varken. Varken? En een paardje. En een kipje. Ik denk dat die meneer eten gaat geven. Zie je ze staan? Waar gaat de kip nou ijsjes leggen? Weet ik niet. Misschien legt deze geen ijsjes. Kijk, ze krijgen eten. Zie je, ze weten allemaal dat ze eten krijgen. Ze beginnen allemaal te roepen. Nou, vak die achter, dan kun je ook niet verbeteren. Nee. Heel daar binnen. Kijk hoe die kippen rennen. Ik ga stuk. Kijk hier.
gaan de boer volgen. Ja, we kunnen die kant even oplopen, weet je. En Noah? Ja. Waar was papa ook alweer? De drie. Kijk, dit. Oh ja. Als aanvang kon hij nooit. Ja, jullie schrokken van het konijntje. Leuk konijntje. Die konijntje aanraken. Ja, maar ja, die zit achterin, daar kom je niet bij. Konijntje. Nee, dan maar een konijn gaan kopen voor ze. Konijntje, kijk dan. Kijk eten. Hij nam net een stukje. Was het gras of wat pakte die? Ja, gras? Nee, gras. Konijntje. Hij gaat even weer naar binnen toe. Nee. Hij gaat een beetje water drinken. Weet je die? Ja, dat is vies water. Ja, dat maakt voor diertjes niet zoveel uit. Wij moeten dat niet drinken, dan worden we een beetje ziek. Dan worden we heel ziek, dan moeten we naar het ziekenhuis. Nou, misschien wel, ja. Anders krijgen we medicijnen en we ook een prikje. Ja, in de? Waar? De billen. Toch? Soms wel, ja. Niet altijd hoor. Ik ga zo nog wat pakken voor jullie. Kom eten. Kom je uien eten? Gingen ze eten, dames? Gingen ze eten, mijn naam? Wil iemand eten nog? Eten? Zo, nu gaan we zand maken. Doe maar gewoon heel veel zand erop gooien, zo bloep. Ja, maar overal. Zijn jullie blij met jullie mooie tekening? Ja. Die mama merendeel heeft gemaakt. Oh. Ja, jij ook, Noah. Nou, de nieuwe caravan van mijn ouders. Ja. Oh ja, grote voortent zo. Mooi, hè? En mijn pyjama en mijn dagboek. Hebben jullie geen trapje? Ja, die staat bij. Oh. Oh, gaat Noah daar met mama slapen? Ja, dat kan een keertje. Ja, maar ja. Ik ga vandaag bij je opa slapen. Ja, jij gaat vandaag bij mij slapen. En daar is de wc. Ja, makkelijk te vinden. Ja, die is makkelijk te vinden. Vind je het mooi, Noah? Douche. En een douche, ja. Maar ja, dat gaan we niet doen. We zijn praten met iemand. Ja. Wie dan? Met de buurman. Nou, mooi hoor, ma. Ja, hè? Dit is ook nog een bed, officieel. Ja, mooi. Ja. Kijk, er durft toch niemand in te liggen. Hier is het trappetje. Ja, maar dat durft te... Nou, dit is echt voor een kind. Ja, ga je ook papa maken? Ja. Ik mag even liggen van mijn ouders, maar... Mama slaapt. Nou ja, jij zat alleen maar te schreeuwen, schat. En zijn mama heeft niet zoveel geslapen. Mooi. Ik had wel een klein beetje kwel, dus ik zou wel iets weggedonderd zijn, maar... Even goed nemen. Nee, ik moet kijken. Zo mooi. Ik wilde dat tekenen. Had jij ook wel lekker gevonden, hè? Nee, je kan naast ook lekker onder kruipen. Slapen. Kijk nou die grote buik. Die gaat op en neer, zie je dat? Ja. Ik heb vandaag echt geluk dat mijn ouders in de buurt zitten. Want die hebben vandaag heel veel overgenomen. Want de koorts neemt nu wel echt over. Mama is de spullen aan het pakken. Ja, mama. Nee, mama. Dus ik heb het heel erg koud. Ik denk dat de koorts erg hoog is. Dus gelukkig zijn mijn ouders in de buurt, maar ik kan wel janken dat mijn vakantie weer naar de klote is. Maar goed, ik probeer zo min mogelijk te klagen. Gaan we zo nog even zwemmen, hè? Je mag niet als jij ziek bent. Ja, maar mama moet even mee, want anders dan heeft opa jullie alleen. Dus mama gaat even mee om te helpen. En een andere keer. Het komt goed. Ga jij niet zwemmen? Ik ga gewoon mee, het komt helemaal goed. Ja? Je niet spugen in het water, hè? Ik zou niet spugen in het water, beloofd. Ja. Ik ga goed op dan. Ik ga goed lopen. Dan moet je zo op je hand en zo in de... Mama moet niet spugen, mama heeft koorts. Mama heeft koorts en mama moet hoesten.
mama hoeft niet te spugen. Oh. En dat hij en ook iets anders? Nee, dat is het. Ik ben een lieve mama. En leuk zeggen, ik wil met je trouwen. Blijf je leven van de kikker. Trouwen. Zullen we dat dan maar doen? Oh, kijk, Noah is opa aan het voorlezen. Kijk, opa is... Hey. Noah is opa aan het voorlezen. Lees wat de kikker zegt. Kwak, kwak. Kwak, kwak. Cheese. Geen cheese? Boos? Nee. Boos kijken dan? Vind je dat wel? Wij zijn weer terug in het huisje. En Lia is met mijn pa mee. Ze slaapt bij mijn ouders vanavond. Het is zo bizar, want eigenlijk... Oh. Eigenlijk op het moment dat ik bij mijn ouders kwam... En er hulp echt was. Schoot mijn koorts omhoog. Want ik heb hem afgelopen dagen steeds kunnen remmen met de paracetamol. Dus dan bleef ik gewoon overdag door de paracetamol op 37,2. Net heb ik al paracetamol genomen. En ik blijf nu echt boven de 38 graden zitten. Al na de paracetamol. Dus ik moet er nu eventjes doorheen. Maar ik vind het echt heel kut voor mijn vakantie. Dan is mijn mindset echt eventjes heel moeilijk om het positief te houden. Omdat ik denk van, ik wou gewoon leuke dingen met die meiden doen. Nou, ik heb vandaag alleen maar op bed gelegen. Ja, hun hebben het leuk gehad hoor, daar niet van. Maar ik heb ook geen kleur meer in mijn gezicht. Het kleurtje wat ik gekregen heb van de zonnebank, it's a goner. En ik moet nu eten gaan maken in een huisje waar bijna niks is. En ik weet eventjes niet wat ik moet maken. En ik hoest echt honger uit mijn lijf. Ja. Nou, ik ga even de zwemspullen uithangen dat dat kan drogen. En even cola of zo drinken. Een tostietje, liefie. Een beetje gek wordt, maar... Geen ketchup? Ja, het staat hier toch? Hier zit ketchup in. Dat gezuis op de achtergrond, dat is de douche. Elke keer als je naar binnen loopt, dan gaat hij aan. Zo, ik ben zo heet. Ik heb zo heet gedoucht. Ik denk, ik ga lekker heet douchen. En op het moment dat ik denk, het is wel lekker dat het in mijn rekening is, wordt die koud. Dus ik hoop dat hij vannacht nog wel warm doucht. Ik zat net onder de douche helemaal positief te zijn van... Oké, we gaan nu gewoon even koorts hebben. We gaan zo lekker slapen. En dan morgen dan zweet ik me ook waarschijnlijk vannacht de rompsompes. Dan voel ik me morgen gewoon weer een stuk beter. Ik ben weer helemaal bewust. Komt dat nou door die hete douche van mij? Dus sorry als dat half beeld te beslagen was. Goed, ik ga nog even wat kijken met een gember laurierblad thee. En dan hoop ik dat ik gewoon eventjes kan slapen. En ik hoop ook dat ik vannacht als een tierenlier ga lopen zweten. Die is ook... Dat ik alles eruit zweet. Eergisteren deed die paracetamol nog wat. Ik wou er geen klaagvlog van gaan maken. En ik dacht, ik ga gewoon positive mind, positive life. Weer een zeikvlog. Ik zie dit maar als het laatste test van het universum. Als ik hier doorheen ben, dan... Oh, positive things. Ah, tot morgenochtend. Noah slaapt in ieder geval. Dus positief. Een hele goede morgen. Ik ben er klaar mee. Ik wil aan de ene kant heel graag naar huis. Omdat ik... Ik wou er niet dit soort vlogs voor maken. Daarvoor huil ik niet hoor, sorry. Maar... Ik hou wel echt van mezelf. Omdat ik dan een lekker weekendje weg met mijn meiden. Bij mijn ouders in de buurt. Lekker de natuur in. En ik zat gisterdag bij 39,5 graden koorts in de nacht. Ik lag half te vergaan in dat bed. Zij sliep gelukkig de hele dag door. Ze werd één keer wakker. Ze zei, mama, waar ben je? Ze zei, mama is hier naast je. Oké. Toen sliep ze weer door. Maar dat hoestte er dan bij.
Toen was het een uurtje of 10, toen heb ik nog 2 paracetamol genomen. En toen ben ik in bed gaan liggen. Ik lag trouwens zo in bed vanaf 7:30. Zoiets eerder. Toen lag ik op zo, maar ik viel niet echt in slaap, maar ik kon helemaal niks meer. Ik lag gewoon te koortsen, zeg maar. Dus dat hebben jullie nog gezien. En tot 10 uur viel ik in slaap en ik sliep zo door tot 6. Dus ik had echt een lange ruk gemaakt, dus ik werd best wel oké wakker dat ik dacht, oh nou. Maar ik merkte al snel na een half uurtje van, het zweet begon me weer uit te breken. En ik kijk net en ik heb weer 38,1 in de ochtend. En dan is je meestal het laagst. Het is nu zondag, dus het is nu dag 4. Waarvan de eerste 2 dagen ik het dus kon onderdrukken met paracetamol. Nou, dat is nu niet meer te doen. Dan heb ik geluk dat mijn ouders in de buurt zitten, dat die even Lia hebben overgenomen. Ik wil aan de ene kant gewoon heel graag naar huis. Gewoon mijn eigen bed. Maar ja, dan moet ik nu 1,5 uur gaan rijden met die 2 meiden. En ik weet niet hoe ik dat dan in hemelsnaam ga doen. Maar ja, dat moet ik morgen anders alsnog doen. Maar morgen is ook Tim's werkdag, dus dan ben ik ook alleen thuis met die meiden. Dus dan kan ik misschien nog beter hier zitten, want dan heb ik misschien nog even wat hulp van mijn ouders. Ik had gewoon even behoefte aan dit weekendje weg. Maar goed, hè? Nou, en het zeikvlog worden, dat... het spijt me. Nou, ik ga weer janken. Ik ben gewoon aan het doen. Ik kijk ook echt. Oké, lieve mensen. Als je denkt, hey, ziet er beter uit. Ja, ik heb make-up opgedaan. Nou, maar kom eens hier. Ik heb dat kaartje nodig. Ja, kom. Dan moet ik het huisje mee dicht doen, schatje. We gaan zo hier tussendoor, hè? Ja. Gaan we een... Kleine plas. Kleine plasje. Kleine. Wil jij hem dicht doen? 1, 2. 1, 2. Zo. Gaan we die kant op. We gaan even kijken of ik kipfilet kan kopen. Want de kinderen die eten zo'n heel pak kipfilet op. Ja, het is een plas, maar je hebt nu je laarsjes niet aan, hè? Nee. Nee. Maar dat maakt jou natuurlijk niks uit. Mijn koorts is gezakt. Schoenen aan. Ja, je hebt schoenen aan. Ja. Ja, dus dan worden je sokken een beetje nat. Witte. Dus de paracetamol sloeg aan. Of de knuffels van Noah. Ik weet niet of ik even een stukje filmpje erin edit. Of ik er zin in heb. Dat ze met me aan het knuffelen is. Vind je het echt leuk? Die top. Die kant op. Die top. Die top. Ja, die kant op. Nee, we gaan nu niet zwemmen. We gaan nu kipfilet kopen. Nou, we kunnen wel even bij het indoor spelen. Oh, ja. Daar zit ook namelijk een winkeltje. Nog een plas. Nog een plas. Wil je er langs lopen? Ja. Nou, je loopt al. Je zegt ja, maar je doet nee. Dat is wel vaker zo. Ja. 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 Goed, dus mijn koorts is gezakt. Als het goed is, nemen vanavond mijn ouders allebei de kinderen. Dus jee, mijn ouders. Ik ben echt dankbaar dat mijn ouders dit soort dingen doen. Want ik weet niet hoe de loop van de dag gaat verlopen. Want gisteren kwam het ook in de middag heel erg opzetten. En ik had vanochtend nog 38. Maar het was in ieder geval weg naar de paracetamol. Ik had net gewoon 36,9. Dat is nogal een verschil. Dus ik denk, ik pak ook even positieve erbij. Ja, liefie? Koken. Oké. Okay. Alleen het hoesten. Oh my god. Maar goed, positief zei ik. Noah. Noah. Ik denk dat ik al maar dit is. Noah. Heb je het zelf gedaan? Kijk, Ike. Pak die wandelen. Slak. Slak. Ah, nee, een slang. Slak is wat anders, schat. Slang. Een slang en een slak zijn 2 verschillende dieren. Nou, oh, goed zo. Autorijden. Het zit er maar achter, hè? Kom maar. Woe! Ja. 1, 2, 3.
kind. Let op. Trekken. Anders komt ze niet meer af. Dan komt ze weer van die lijn van af. En dat is tien keer. Zo heel leuk, nog even een speelhal binnen. Koffie. Nog even mee wachten. Ja, het is een beetje koud, hè? Jij wil je jas niet aan. En ik ben zo'n moeder, je zoekt er maar uit. Waar we wel een beetje geluk mee hebben, is dat al deze huisjes... Er zit niemand in. Dus die zijn gewoon leeg. Dus we hebben een soort privéplein. Er zat eerst... Vrijdag zaten nog aan de overkant mensen, maar die waren zaterdagochtend weggegaan. Hey! Dus daar liggen de lakens nog op de grond, dan moet de schoonmaak nog komen. En gisteren kwam wel de schoonmaak, maar die ging naar... even denken hoor. Maar dat is heel, heel ingewikkeld om dit zo te laten zien. Dat huisje. En dat huisje liggen nog de lakens. I don't know. Wat denk je? Koffie mee? Nee, zeker niet. Als je de chocomel van Noah, die dronk het natuurlijk weer niet op. Hè? Nou, ik ga zo even kijken hoe laat het is. Of ik mijn paracetamol weer moet bijnemen. Want no way dat hij kort terug gaat komen. Tranen van geluk zeggen we dan, hè? Want wij gaan feesten vandaag. Yay! We gaan in ieder geval straks nog even naar de disco samen. Yay! En Noah die is nu een nachtje mee naar mijn ouders. Maar ik moet altijd huilen als een van die kinderen weggaat. Gisteren om Lia, nu om Noah. Maar ik wil ook weer die rust hebben. It's a difficult life. Want in eerste instantie zouden ze trouwens allebei daar nog slapen. Maar gelukkig, nu achteraf, net dacht ik, ja lekker, even alleen. Maar nu achteraf denk ik, ik ben blij dat Lia nog hier is. Dus... Lia die wou lekker paprika en komkom. Oh, weet je wat ik ook gekocht heb, Lia? Ja. Ik heb de chocola. Ik heb ook eentje met... Oh, dat is vanille. Kusjes. Is er meer? Nee, deze twee heb ik. Ik dacht dat het banaan was. Het is vanille. Eeuw, lemon! Ja, niet nu voor na het eten, Lia. En Lia wou graag worst met... komkommer. En mama heeft voor zichzelf tomatensoep. Ik heb boterhammen, maar ik heb ook een wit bolletje. Dus kan je kiezen. Met een snoepje bij? Ja, snoepje kreeg ik er ook bij. Maar dan kun je of een wit bolletje of een witte boterham. Moet je straks even zeggen wat je wil, ja? Ik wil... met een bolletje. Nee, toch wel met een gewoon. Oké, gaan we dat straks even regelen. Ondertussen, mijn moeder die was net natuurlijk hier aan het wachten. Maar mijn oma. Mag ik deze nu eten? Doe maar na het eten, schatje. Anders heb je na het eten niks. Met het eten. En dan pak ze eigenlijk altijd alles al in. Dus dat is chill. En dan kan Lia vannacht naast mij. En zo heb ik morgenochtend niet zoveel te doen. Dus dat is heel erg chill. Ik hoesten vooral even vervelend. Het is echt hoog, droog. Dus deze, mijn keel gaat ook irriteren nu. En dan ben ik ook klaar met hoesten. En dan heb ik een keelsteken. Dus yay! Maar positief blijven. Ga nog niet helemaal soepel. Oh, jij begint ook al te hoesten. Oh. Hoor je de muziek al? Maar luister. Ja, gewoon in de boel hoor. Ja, maar je hoort ook de muziek van de natuur. De vogeltjes fluiten. En het zonnetje. Oh, het lijkt wel alsof iets van een... Oeh, een sprinkeltje. Een sprinkeltje. Ja, maar jij... We gaan echt samen. Dat vind ik toch leuker. Na ons feestmaal gaan we nu even naar de feestdisco. Gaan we even dansen? Waarom zijn die jongens nou daar? Omdat de feestdisco er is. Dus alle kindjes die gaan nu natuurlijk naar de kinderdisco. En dan gaan we daarna nog even bij de konijntjes kijken. Maar er zijn meer kindjes bij de konijntjes aan het kijken. Nee, die zijn aan het discoën. Oh.
Dat gaan we nu eerst doen. Get down. Kijk, verschil met gisteren. Dat ligt nu gewoon weer gisteren. Hoor mijn stem. Ja, ik ga ook. Hey! Kijk, paardje. Hey! Hey, liefie. Wat een oud beestje. Ik denk zo'n baby is niet voorbij. Nee. Wat zo'n knappe ben jij. Kijk nou, dat vachtje. Hier zo bij het schaap. Nou, nee, hij heeft geen honger. Hij dacht ik wil en toen dacht hij nee, ik hoef niet. Zo, zo. Zachtjes, zachtjes, zachtjes. Nee, niet zo gedoen. Oh, tegen de mug doe jij dat. Nou, daar kunnen ze wel tegen, schat. Waar is je vriendin? Ja, ja. En ze gaat weer chillen. Oh, kijk, daar komt de andere ook. Hey. Feestavond, hè, met z'n twee. Check. Check. Dat is mijn kant. Oké, is goed, schat. Maar kijk, dit zo met dat licht. Zo mooi te tekenen. De vogeltjes. Alleen een beetje jammer van die zeehond naast je. Wat? Nou, mama die zo aan het hoesten is. Ja, nou. Het is de eerste avond dat ik hier buiten zit, dat ik er nog een beetje van heb kunnen genieten. Dus. Ik denk alleen dat het vannacht is met het hoesten. Het dramatisch gaat worden, maar goed. Hé, hey, ik kan niet altijd alles hebben, Lia. En weet je wat ik dan altijd zeg? Wat papa altijd zei. Weet je wat papa dan altijd zei? Mm-mm. Ik heb alles al. Ik ben gisteren vergeten de mega gezellige vlog af te sluiten. Dus bij deze vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Doe even dat duimpje omhoog als je dit toch een leuke video vond. Of een duimpje omhoog als je me toch even beterschap wil wensen. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende.